Lodewijk Asscher, de partijleider van de Partij van de Arbeid, bezocht vandaag de stad. Vanmiddag ging de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van start. Maar voor die tijd bezocht hij de basisschool De Penningen in Selwerd voor een gesprek met kinderen over armoede. 1 op de 5 kinderen in de stad zit onder de armoedegrens. En in sommige wijken is dit wel de helft. Dit is een buurt waar ongelooflijk veel mensen leven die het arm hebben. En dus ook heel veel arme kinderen. En op deze school in het bijzonder, getallen van meer dan de helft van de kinderen leeft eigenlijk in armoede. Dat doet iets met de kansen die zo'n kind krijgt in het leven. Op scholen waar veel kinderen van laagopgeleide ouders zitten en waar veel armoede is, hebben de kinderen minder toekomstperspectief. Als er zoveel kinderen in armoede bij elkaar zitten, ontstaat eigenlijk nog een extra probleem. Een collega van de school vertelde dat ze sommige kinderen met de auto naar school brengt omdat ze anders niet op school verschijnen. Te erg voor woorden. Wat vertelt het ons nou? Dat je in een buurt als dit waarschijnlijk meer nodig hebt dan alle standaardregelingen. Dat er meer zou moeten gebeuren en dat dus ook niet, of er nou een wethouder komt of een raad zit, zo is opgelost. Maar dat we wel moeten zeggen, ja, je wilt er zeker van kunnen zijn dat alle kinderen hun dromen kunnen najagen. Dan moet zo'n school en zo'n buurt nog meer aandacht. Er is meer geld nodig om de kansen te vergroten voor de kinderen in dit soort wijken. Ik vind ook er niet zo heel veel mis mee om meer geld uit te trekken. Om te zorgen dat alle kinderen zeker kunnen zijn van een mooie toekomst. Dat is toch een van de mooiste idealen die we hebben in dit land. Dat kost geld. Dat zijn politieke keuzes. Dat begrijp ik heel goed. Maar dan vind ik dat we die ook met elkaar moeten durven maken. Terug in Den Haag zal hij zich sterk maken voor kinderen in armoede. Nou, ik denk dat de gemeente op zichzelf gelukkig hier veel geld voor uittrekt. Maar dat de gemeente dat niet alleen kan. En dat het ook niet van moet afhangen of je nou in een rijke of een arme gemeente woont. Ik denk dat we ook landelijk meer zullen moeten doen, een andere keuze moeten maken om de kans voor kinderen, zoals hier op school, maar eigenlijk in heel Nederland, te vergroten.